Hey, dit is Dies Remix. Vandaag gaan we weer wat tips en tricks doornemen van Ableton Live. En vandaag doen we een cool effect, de Power Off. En je maakt hem in Ableton zonder plugins. En hier komt een voorbeeld. Alsof iemand de stekker eruit trekt. Hoe doe je dat? Het is vrij eenvoudig. Je opent je browser en je sleept een track van je keuze in die arrangement view. Even wat groter maken om het wat makkelijker te maken. Je selecteert door middel van klikken en slepen de laatste beat van een maat. En dan met Ctrl-E knip je die los. Rechts een muisklik om te consolideren. Nou, heb je die beat los. Dan moet je even de envelopes aanzetten. Dat doe je linksonder. En bij envelopes kies je voor Transposition Modulation. Je moet wel echt die envelopes aanzetten, want anders gaat het niet lukken. Dus zet hem even aan en kies voor Transposition Modulation onder Clips bij Envelopes. Dan klik je op het rode lijntje aan het begin van de beat. Datzelfde doe je aan het einde van de beat. En nu kan je hem omlaag trekken of omhoog, net wat je leuk vindt. Ik zet hem op min 24 om het uitvaleffect te creëren. En als je nou luistert... Nou, dat klinkt natuurlijk best leuk. Redelijk eenvoudig. Ik zal het nog een keer laten horen. Dan zullen we hem omhoog bewegen. Je klikt, je sleept om de beat te selecteren. Ctrl-E om hem los te knippen. Rechts een muisklik. Consolideren. Anders gaat hij de hele track renderen. Envelope staat nog aan als het goed is. Je klikt aan het begin van de beat. En dat doe je hetzelfde aan het einde. En in plaats van omlaag trekken we hem omhoog. Plus 24. En je krijgt echt een volkomen ander effect. Een beetje weird, maar best geinig. Leuk effect, makkelijk te doen en het leukt heel erg je tracks op. Dat was het. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.